De verdachte van het aansteken van een woningbrand in Noord begin januari bekent vanochtend in de rechtbank dat hij schuldig is. 'S Avonds laat op 3 januari wordt de 54-jarige bewoonster in paniek wakker gemaakt door haar zoon. Hij hoort een knal en ziet vuur in de achtertuin. Wat blijkt, een van de scooters is in de fik gezet. Er vallen geen gewonden, maar het huis van de slachtoffers raakt volkomen onbewoonbaar en de metershoge vlammenzee beschadigt ook woningen van buren. Nu bekent de ex van de bewoonster dat hij het was. Door de drank wist ik niet wat ik deed. Ik kreeg een kronkel in mijn kop. Ik was woedend, zegt hij in de rechtszaal. Pas later beseft hij wat hij deed en daar heeft hij spijt van. Het OM eist 4 jaar cel en TBS en op 30 juni doet de rechter uitspraak in de zaak.